Hallo allemaal, welkom bij de Spellenreporter. Mijn naam is David en in dit filmpje ga ik jullie Kanagawa uitleggen. En in Kanagawa gaan 2 tot 4 spelers mooie schilderijen proberen te schilderen. Nou ja, gelukkig hoeven we niet echt te schilderen, maar schilderen doen we met kaartjes. Dus ook ik kan dit spelletje winnen. En wie uiteindelijk het mooiste schilderij, of tenminste niet eens zozeer het mooiste, maar het schilderij verft wat de meeste punten oplevert, die is zoals gebruikelijk de winnaar. Laten we maar snel gaan kijken hoe het gaat. In het spel zit een mooi rieten matje. Daarop gaan we de schilderijdelen neerleggen die we kunnen gaan kiezen straks. Het zijn 4 kolommen voor elke speler 1. De startspeler krijgt de startspelerpion. En we hebben ook een kleinere startspelerpion. Die kan je tijdens het spel gaan proberen te gebruiken om startspeler te worden. Elke speler krijgt alvast 2 verfkwasten in een potje. En de rest leg je apart samen met de stapel schilderijdelen. We hebben nog wat fiches om het seizoen van je schilderij aan te passen. En bovenin hebben we bonusfiches liggen waarmee je punten kan gaan scoren tijdens het spelletje. Elke speler krijgt alvast een begin van het schilderij. Er zitten er 4 in. Elke speler begint met een andere kleur en een ander seizoen. Dus of je kiest er een of je krijgt er een. En daarop staat dus ook dat elke speler alvast 2 van die verfpotjes krijgt. En je mag 1 keer per ronde een kwast gaan verplaatsen. Nou, hoe gaat het spel? De startspeler die legt kaarten neer afhankelijk van het aantal spelers. En dan beginnen we met de bovenste rij te vullen. Split met z'n tweeën, dan leg je 2 kaarten open neer. En dan ben je klaar. Split met z'n drieën, dan komt ook hier een kaart te liggen. En die rode vakken betekent dat als daar een kaart komt te liggen, leg je die met de plaatje naar beneden. Dus je weet niet precies wat eronder ligt. Op die kaartjes staan ook nog trouwens figuren. De kans is groot dat onder deze kaart op dit schilderij een dier staat. Nou, gelukkig wel. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Het kan ook zijn dat dit leeg is of er iets anders op staat. Maar de kans is groot dat wat er op een kaart op de achterkant staat, dat dat ook daadwerkelijk op het schilderij zelf staat. Zodra de rij gevuld is, gaat de startspeler mag als eerste zeggen of hij alvast een van de kolommen wil gaan pakken. Op dit moment bestaat een kolom nog maar uit 1 kaart. Maar liggen er straks 3 en kies je dan een kolom, dan krijg je al die kaarten. Voor nu is het 1 kaart. En de startspeler mag nu eerst zeggen van nou, ik wil wel deze kaart of ik hoef nog even niks. Als niemand iets hoeft, komt er een 2e rij kaarten onder te liggen en heb je dus meer keus. Om dit schilderij te verven heb je 1 zwarte verf nodig. En om dit schilderij te verven heb je 2 zwarte verf nodig. En voor deze weet je het niet. Deze speler heeft hier op dit moment alleen groen liggen. Dus ik kan op dit moment maar 1 schilderij verven met de kleur groen. Dus daar heb ik niks aan, dus ik zeg nog even ik pas. Stel dat de andere spelers nu ook passen, dan legt de startspeler een nieuw rijtje onder de rij die er ligt. De rode gaan dus dicht. En ook nu mag de startspeler dus weer eerst kiezen of hij een van de kolommenkaarten wil pakken of niet. Nou, hier ligt bijvoorbeeld een schilderij wat 1 groen nodig heeft. Het is ook nog een winterschilderij. Aangezien ik al begin met winter, wil ik die wel graag gaan verven. Dus ik zeg, nou, ik wil wel graag dit rijtje hebben, deze kolom. Betekent dat je alle kaarten krijgt die hier liggen. En dan mag je kiezen wat je met de schilderijen gaat doen. En mag je dus ook bekijken wat de gesloten kaart was. En die kaart kan je op 2 manieren gebruiken. Of je gebruikt het geschilderde gedeelte. Dan schrijf je hem aan de bovenkant onder je tablootje. En daarmee ga je je schilderij uitbreiden. Bijvoorbeeld, als ik dit schilderij wil schilderen, heb ik 1 groene verf nodig. Ik heb al de mogelijkheid om dat te verven door mijn kwast in de groene verf te dopen. En dat betekent dat ik het schilderijtje hieronder mag schuiven. Mijn eerste schilderij is geverfd. En dan heb ik deze kaart nog over. Daarvoor heb ik 2 blauwe verf nodig. Nou, dat heb ik niet, dus verven is geen optie. Ik kan zeggen, ik hoef de kaart niet. Ik doe hem weg naar de aflegstapel. Of je zegt, ik draai hem om. En dan kan je zien dat je de andere kant van de kaart kan gaan gebruiken. En die geeft jou extra voordeeltjes. Komt er nu een schilderij waarbij ik 2 groene verf nodig heb, dan heb ik ook 2 groene verf ter beschikking. Heb ik ook nog 2 kwastjes nodig, maar die heb ik op dit moment. Dus of je tekent het schilderij met het plaatje, of je gebruikt de onderkant voor de speciale mogelijkheden. Als een speler een kolom heeft gespeeld, gaan we gewoon de ronde verder af of spelers een kaart willen pakken. En voor de spelers die nog doorgaan en zeggen, nou ik hoef nog niks, komt er nog een laatste en 3e kaart te liggen. Er kunnen maar maximaal 3 kaarten per kolom komen te liggen. En nu zal dus de volgende speler 1 van die 2 moeten kiezen. En zo kan je alle 4 de kleuren in het spel bijvoorbeeld hieronder gaan sparen. Je hebt er ook eentje voor blauw, je hebt er eentje voor geel en je hebt er nog eentje voor zwart.
En tenslotte heb je er nog eentje met de jokerkleur, dus die kan je voor elke kleur gebruiken. Nadeel is wel dat je aan het einde van het spel 2 punten minder krijgt. Wil ik bijvoorbeeld dit schilderij schilderen, dan heb ik 1 zwart nodig. Ik heb nog 1 verfpotje over, dus die kan ik dan hier zetten. Die kwast, die zet ik op het zwarte stukje. En dan mag ik dit stukje schilderij erbij verven. Aan het einde van de ronde blijven je kwasten staan in het potje verf waar ze op dat moment ook in zitten. Speel ik in de volgende ronde bijvoorbeeld deze kaart en wil ik zeggen, nou, ik heb 1 blauw nodig, dan heb ik eigenlijk een probleem, want allebei mijn kwasten zitten, de ene zit in groen en de andere zit in zwart, dus ik kan nu geen blauw verven. Gelukkig mag ik 1 keer per beurt, staat hier een pijltje, mag je 1 keer per beurt 1 van je kwasten pakken en die mag je ergens anders op je tableau neerzetten. In dit geval zou ik wel zeggen, nou, dan zet ik die op blauw en dan kan ik nu deze verven. Ik heb deze kwast gebruikt, dus ik zou nog 1 zwart schilderij voor 1 zwart kunnen spelen. Ligt er een andere kleur, dan heb ik pech, want ik kan mijn kwasten niet meer verplaatsen. Gelukkig zijn daar 2 mogelijke oplossingen voor. Ten eerste zou je een schilderijkaart kunnen gebruiken om een extra kwast te krijgen. Die pak je dan uit de voorraad en heb je een extra kwast die je kan gaan inzetten. En daarnaast kan je bijvoorbeeld kiezen om deze kaart zo te spelen dat je een extra pijl krijgt. En voor elke pijl die je hebt mag je 1 kwast per ronde verplaatsen. Dus nu zou ik al van deze zou ik in 1 beurt 2 kwasten mogen verplaatsen om zo aan de goede verf te komen. Dus door hieronder kaarten neer te leggen krijg je steeds meer mogelijkheden om te verven. Er zijn 4 verschillende mogelijkheden behalve dan de verfuitbreidingen. Je kan dus een extra kwast krijgen, je kan extra verplaatsing krijgen. Dan heb je nog dit symbooltje. Als je deze kaart hieronder speelt met dit symbool erop, dan mag je de kleine startspeler pion pakken. Speelt er tot het einde van de ronde niemand anders meer een kaart met dat symbool erop, dan krijg jij de startspeler pion en ben jij in de volgende ronde de startspeler. En zoals ik net al zei, heb je een kaart die je niet kan schilderen, dan kan je kiezen of je doet hem weg of je gebruikt hem voor daaronder. Maar wil je eigenlijk toch wel heel graag een kaart hebben, maar kan je hem nog niet schilderen, maar wil je hem later wel gaan schilderen, dan kan deze kaart je helpen, want als je dit hebt in je tablootje op de onderste rij betekent dat je 1 kaart in je hand mag hebben. En voor elk symbool wat je hier neerlegt mag je een extra kaart in je hand houden. Dus die kan je dan bewaren voor een volgende ronde. Dat is de onderkant van je tableau. De joker kost 2 punten, maar als je deze kaart hieronder legt krijg je dus 2 punten aan het eind van het spel. Die rondjes, dat zijn punten. Maar dan nu het schilderen zelf. Elke kaart die je hier neerlegt is sowieso 1 punt waard als beloning voor het schilderen. Zodra een speler zijn 11e kaart neerlegt, en dan telt je starttegel niet mee, dus het moeten echt 11 kaartjes zijn. Zodra een speler zijn 11e kaart neerlegt, wordt het ronde afgemaakt en gaan we kijken wie de meeste punten heeft. Of als de trekstapel leeg is, ook dan wordt de ronde afgemaakt en gaan we kijken wie de meeste punten heeft. Je krijgt dus 1 punt per schilderijkaart die je neer hebt gelegd, plus je krijgt punten voor je langste seizoen. Een schilderij bestaat altijd uit een seizoen, dat kan zijn dus de winter. We hebben ook nog de zomer, de herfst en de lente. Aan het eind van het spel ga je kijken waarvan jij de meeste achter elkaar hebt liggen. En zoveel punten krijg je er nog eens even bij. Ik heb hier 2 winterkaarten achter elkaar. Daarna komt er een zomer en daarna weer een winter. Dus mijn langste serie op dit moment is een winterserie van 2. Dat betekent dat ik aan het einde van het spel 2 punten krijg. Je krijgt alleen voor je langste serie de punten. Overigens hebben we ook dit symbool. En dat betekent dat het een neutraal seizoen is. Dus die mag je altijd tellen voor het seizoen wat je nodig hebt. Dus als deze nou hier lag in plaats van die zomerkaart, dan telt dit als een serie van 4 en heb ik 4 punten. En er zijn ook 3 bonustegels. Die ga ik straks even uitleggen. Daarop staat dit symbool. Pak jij deze bonustegel. Er zijn er dus 3 in totaal. Dan krijg je dit fiche. En die mag je dan leggen over een kaart naar keuze. Dus stel dat hier nog die zomerkaart ligt. Dan kan ik dat fiche hier overleggen en dan kan ik zeggen, nou, dit wordt in dit geval winter. En ook dan heb je 4 keer een winter op een rij en heb je dus 4 punten. Dus deze kan je gebruiken om een kaart om te zetten in een ander seizoen. Ga je dus voor het schilderij, dan kan het seizoen een afweging zijn om te bepalen welk schilderij je gaat pakken. En dan hebben we dus nog de bonustegels waar je punten mee kan gaan verdienen. De linker 5 bonusgroepjes kan je verdienen door te schilderen. De rechter 2 kan je verdienen aan de onderkant van je tableau. Elke keer als een speler klaar is met zijn beurt, dus met het neerleggen van de kaartjes, moet diegene even controleren of die in aanmerking komt voor een bonustegel. Van elke kleur bonustegels mag je er maar 1 hebben. En op zich wijzen zich die vanzelf. Op het moment dat jij 2 pijlen hebt neergelegd, dus ik heb hier nu 1 en hier 1, zodra ik deze kaart had neergelegd en mijn beurt was voorbij, had ik mogen zeggen, hey, ik claim dit bonusfiche, want ik heb 2 van die pijlen in mijn bezit.
Het fiche leg je dan bij je neer. Ik mag de startspeler token alvast pakken. En aan het einde van het spel krijg ik 1 punt. Maar zoals je ziet, ik kan ook doorsparen en dan gaan kijken of ik 3 pijlen kan verzamelen. Grap van het spel is, als ik nu die 2 heb en ik zeg ik hoef hem niet, mag ik hem later niet toch nog pakken. Dus dan is gewoon mijn kans voorbij en dan moet ik echt gaan proberen om die 3 te gaan pakken. Pakt een andere speler dan die 3 voordat ik de kans heb gehad, dan heb ik helemaal niks, want die 2 heb ik bewust overgeslagen. Dus als je een bonusfiche kan pakken, ga je altijd even nadenken, is het handig om hem nu al te pakken of durf ik de gok te nemen en door te sparen met de kans dat ik dus niks krijg. En zo is er ook een bonusfiche voor het aantal verfpotjes wat je op je tableau hebt staan. Ik heb er nu 3 verzameld. Dat betekent dat ik deze zou kunnen pakken. Ik kan ook de gok nemen en hopen dat ik er tijdens het spel nog eentje verzamel. Want dan kan ik dat fiche pakken en krijg ik meer punten. Nou, zo zijn er diverse bonusfiches. Heb je 2 verschillende gebouwen geschilderd, dan kan je deze pakken en krijg je 3 punten. Heb je 3 verschillende gebouwen geschilderd, dan krijg je 4 punten. En een fiche dus om een van je seizoenen aan te passen. En lukt het jou om 4 verschillende gebouwen te verven, dan krijg je 7 punten aan het einde van het spel. Deze fiches gaan over het aantal verschillende landschappen. Heb je 2 dezelfde landschappen geschilderd, zoals bijvoorbeeld hier, 2 keer een landschap waar niks op staat, krijg je 2 punten aan het eind van het spel. Voor deze krijg je 3 punten, plus je krijgt een extra kwastje. En voor deze krijg je 5 punten en de startspelerpion als je 4 dezelfde landschappen hebt getekend. Voor deze ga je dieren sparen. Heb jij dit dier in je schilderij staan, plus een hert bijvoorbeeld, dan kan je dit fiche pakken voor 3 punten en een verfkwast. Heb jij de vogel en bijvoorbeeld de vlinder in jouw schilderij zitten, dan kan je deze pakken voor een verfkwast en 4 punten. Of 7 punten als je deze 3 dieren hebt geschilderd. Je kan ook boompjes gaan sparen. Heb jij in totaal 3 bomen geschilderd, dan mag je als je wilt dit fiche pakken en krijg je 3 punten. Heb je de 4 geschilderd, krijg je die 4 punten en zo'n seizoensfiche. Of heb je 5 bomen geschilderd, dan krijg je 7 punten aan het eind van het spel en de startspelerpion. En je ziet ook dat je schilderijkaarten hebt waar al 3 bomen op staan, dus dat maakt het even wat makkelijker om die te gaan sparen. Maar de meeste punten zijn te verdienen met het schilderen van mensen. Schilder jij 2 verschillende mensen, zoals ik hier gedaan heb, als ik deze heb geschilderd, mag ik ervoor kiezen om dit fiche te pakken. Dan krijg ik 3 punten aan het eind van het spel. Had ik 3 verschillende mensen geschilderd, dan krijg ik dit fiche, of tenminste mag ik deze pakken voor 4 punten en een seizoensfiche. Maar de meeste punten zijn dus te verdienen door 3 dezelfde mensen te schilderen. Dan krijg je maar liefst 9 punten. En die fiches zijn dus de reden dat je soms een kaart die op zijn kop ligt toch wel hebben. Omdat je denkt van nou, de kans is groot dat hier een boom op staat. En ik heb nog een boompje nodig voor mijn schilderij, dus dat komt dan mooi uit. En zult er soms de afweging moeten gaan maken, ga ik voor het schilderijgedeelte of wil ik juist aan de onderkant zorgen dat ik voor meer mogelijkheden heb om te gaan schilderen. En zo gaan we dus net zo lang doorverven totdat een speler 11 van die kaartjes heeft neergelegd als schilderij. Of dat de trekstapel op is. En dan ga je je punten tellen. Je krijgt dus 1 punt voor elk stukje schilderij wat je geschilderd hebt. Je langste seizoen, zoveel kaarten waar die uit bestaat, zoveel punten krijg je. En je krijgt dan alle punten van de fiches die je gepakt hebt. En wie dan de meeste punten heeft, die is de beste schilder en wint Kanagawa. Het is dus een vrij eenvoudig spelletje, maar wel lekker tactisch. En zeker in het begin heb je aan die onderkant nog niet zoveel mogelijkheden om te gaan verven. En dan zul je soms echt even moeilijke keuzes maken van, oh, ik wil het eigenlijk wel heel graag schilderen. Maar ja, ik moet ook zorgen dat ik verderop in het spel wat meer kan gaan schilderen. Dus ik heb meer kleuren nodig die ik kan gaan verven. Ik heb meer verfkwastjes nodig. Ik moet zorgen dat ik wat vaker mijn kwastjes in een ander potje kan dopen. En dat is dus een leuk denkelementje in dit spelletje. Maar je hebt soms ook potjes dat jij lekker aan de onderkant bezig bent om meer mogelijkheden te creëren. Terwijl aan de overkant een van je tegenstanders al volop aan het schilderen is. En heel snel naar het einde van het spel toe gaat voordat jij in staat bent om ook bij te gaan schilderen. Dus hou dat wel in de gaten dat je een beetje in balans bent met schilderen met je tegenstanders. Maar dat is hoe Kanagawa gaat. Het is een eenvoudig, leuk spelletje waarin je een mooi schilderij gaat maken. En ben je ook echt wel trots aan het einde van het spelletje als je ziet wat je allemaal voor moois geschilderd hebt. Het is heel mooi uitgevoerd, de kwastjes in hun verfpotjes. Alles is mooi van hout, de startspelertoken. En ook het matje is echt van rietachtig iets. Dus mooi uitgevoerd en niet gewoon maar een saai blaadje. En de tekeningen zijn ook prima en in elk geval overzichtelijk, zodat je goed kan zien wat je eraan hebt. Mochten jullie nog vragen over Kanagawa hebben, stel die dan gerust in de comments hieronder of stuur even een mailtje naar thespellereporter@gmail.com. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.